Positieve geluiden over de talentencampus. Maar of het definitief doorgaat, weten we eigenlijk pas in september. Dat was dinsdagavond de conclusie na een vergadering van de stuurgroep op het gemeentehuis. In de stuurgroep zitten alle partners die bij het project betrokken zijn. Uit het onderwijs, het bedrijfsleven en de gemeente. Directeur Windmuller van Brabant Wonen was blij met de uitkomst van de vergadering. Ja, beter ook. Wat je zegt, afgelopen tijd hard gewerkt. Moeilijke tijd niet alleen. In de markt is het nodige gebeurd en is er crisis. Je kunt ook zien dat de publieke partners die hieraan deelnemen natuurlijk ook behoorlijk onder druk staan. Zorg, werkverschaffing, gemeente zelf. Dus het is daarmee een heel complex en lastig project geworden. Maar ik ben blij dat we er zover zijn zoals we zijn. En dat we, als het goed is, toch in september definitief kunnen starten. Wat mij betreft is de conclusie dat we het gaan doen. En we is dan die hele groep partners die die afgelopen maanden inderdaad heel druk is bezig geweest om het voor elkaar te krijgen. En het gaan doen is het realiseren van het concept talentencampus. Want dat is voor ons wel heel belangrijk. Het is meer dan een verzameling gebouwen. Het gaat om samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid zit daar zeg maar als faciliterend organisatie tussen. Positief dus, maar toch zijn er nog steeds geen handtekeningen gezet. En de planning was toch wel dat dat rond deze tijd zou gebeuren. Grote stappen zijn er gezet, maar er zijn natuurlijk nog grote stappen te nemen. Een van de belangrijkste zaken eigenlijk, wat mij betreft, is binnen Park & People ook de beslissing genomen om geld vrij te maken voor de vervolgstappen, zeg maar, richting 3 september, wanneer we wel die overeenkomst willen gaan tekenen. Dan willen we hem echt gaan tekenen. En ja, daar liggen een aantal grote zaken voor. Dat is verder invulling geven aan de horeca en vergaderfaciliteiten. Het servicebedrijf moet verder ingevuld gaan worden. En we moeten die 70% verhuurd voor fase 1 gaan realiseren. En daar zitten we bijna op. Er lopen diverse gesprekken. Ik heb goede hoop dat dat allemaal gaat lukken. De marktpartijen hebben dus al belangrijke stappen gezet om de talentencampus en het Sibeliuspark straks echt te gaan ontwikkelen. In ieder geval de gebouwen in fase 1 met onder meer de hoofdkantoren van Brabant Wonen en Brabant Zorg. De gemeente Os moet de komende maanden ook nog aan de bak, want die moet nog een gat op de begroting van 4,7 miljoen euro zien op te vullen. Nou, ik ga ervan uit dat die discussie binnen de gemeente het primair wordt gevoerd. Ik hoop natuurlijk dat het college de ruimte krijgt om met dit plan verder te kunnen gaan. Ik denk dat de gemeente een van de grote winnaars is in dit project. In de zin dat er bij elkaar een heel mooi nieuw stukje stad komt. Dat een aantal verenigingen op een prima manier worden geherhuisvest. En dat een aantal maatschappelijke vraagstukken en personen worden opgelost. Dus in die zin heeft de gemeente ook veel te winnen bij dit project. En ik hoop en ga ervan uit dat daar binnen de gemeente een oplossing voor wordt gevonden. Nou, dat is uiteraard ook belangrijk voor het project, maar dat is aan de gemeente Os om die beslissing te nemen. En ik denk, wat er vandaag is gebeurd vanuit de markt, is er een hele wezenlijke stap gezet. Het is geen project waar de gemeente Os aan trekt, laat ik het zo zeggen. Er is initiatief getoond vanuit de markt in deze tijd. Ik vind dat heel wat en uiteraard moet er vanuit alle kanten moet er iets gebeuren. Maar dat is aan de gemeente Os. Het college van BNW en de gemeenteraad hebben dus nog tot september de tijd om de benodigde 4,7 miljoen bij elkaar te brengen. Zodat de talentencampus ook echt van start kan gaan. Op de Gasstraat in Os zijn dinsdag aan het eind van de middag 2 personenauto's frontaal op elkaar gereden. 2 brandweerwagens en 3 ambulances rukten uit naar de plaats van het ongeval. Ook de traumaheli werd opgeroepen om bijstand te verlenen. Door de klap raakten 3 inzittenden van beide auto's gewond. De brandweer moest de slachtoffers uit de zwaar beschadigde voertuigen zien te halen. Daarna konden ze per ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd. Tijdens de reddingswerkzaamheden werd de Gasstraat afgezet voor het verkeer. Over de oorzaak van de aanrijding was dinsdagavond nog niets bekend. Ook de verwondingen van de 3 slachtoffers waren toen nog niet duidelijk. Er is voorzichtige hoop op een geneesmiddel tegen de giftige werking van de EHEC-bacterie. Vorig jaar brak de paniek uit. Van mei tot en met juli raakten 4000 mensen in Europa besmet met de bacterie die op komkommers en tomaten aangetroffen zou zijn. Dat kostte 54 mensen het leven en betekende voor een heleboel kwekers een financiële strop. Ook tomatenkweker Erik van der Linden uit Marekessel merkte de gevolgen van de EHEC-bacterie. Ja, we hebben een flinke knal gekregen, zal ik maar zeggen, door die EHEC. En er zijn heel veel dingen naar buiten gekomen. Je kunt zien de zwakte van onze sector. We zijn afhankelijk van de export. De pers die heeft heel veel invloed op het hele gebeuren. Er is iets geroepen. En op een gegeven moment kwamen ze bij de komkommers uit, toen bij de tomaten. Het gevolg is, de handel valt in elkaar. We hebben 8 weken bijna niks kunnen verkopen.
We hebben een geluk gehad dat we kleine tomaatjes hebben die we apart inpakken. Daardoor zijn we iets sneller uit het dal kunnen komen. Maar de gevolgen vorig jaar waren toch goed voelbaar voor ons soort bedrijf. Ja, want wat heeft het u gekost? Ja, praat dus een ton, anderhalve ton sowieso. Van der Linden moest vorig jaar 1/3 van zijn oogst vernietigen, terwijl zijn tomaten niet besmet waren met de EHEC-bacterie. Volgens de tomatenkweker draait alles om het vertrouwen dat hersteld moest worden. We moeten nog meer letten op hygiëne, zuiver werken, alles registreren. Wij kunnen elke tomaat die geoogst wordt vinden, welke rij die komt, wie die geoogst heeft. De traceerbaarheid wordt steeds belangrijker. En die milieukeuren en al die andere keuren die van de supermarkten komen, ja, die worden steeds belangrijker. Vertrouwen. Het vertrouwen in een geneesmiddel tegen de giftige werking van de EHEC-bacterie is ook gegroeid. Volgens wetenschappers is er een nieuw middel dat antistoffen aanmaakt. Goed nieuws, zegt Van der Linden. En ook over zijn bedrijf is hij hoopvol gestemd. En nu toch, ik hoop wel dat we moeten nog beginnen. Het is nog geen jaar geleden. Vorig jaar was het over een paar weken, kwam die EHEC. Toen zakte de markt in elkaar. Tot nu toe loopt de markt goed. We kunnen de maten goed verkopen. Dus het is continu vraag. We komen eigenlijk steeds een beetje tekort. En dat is eigenlijk ideaal. Dus vol vertrouwen? Vol vertrouwen, ja. Goede woningen op de goede plek en voor de goede doelgroep. Dat wordt voor de komende jaren het uitgangspunt van de woningbouw in Os. Met het oog op de recessie in de woningmarkt is besloten het rustiger aan te gaan doen met de bouw van nieuwe woningen. Daar zijn de gemeente, de projectontwikkelaars, de makelaars en de woningcorporaties het over eens. Van de 7000 woningen die enkele jaren terug nog gepland stonden, worden er de komende jaren 3000 op de plank gelegd. Dat betekent dat verschillende projecten zoals in Os West, Littorien Noord en Herpen West even de ijskast ingaan. Er zal de komende jaren voorrang worden gegeven aan wat goedkopere grondgebonden woningen. In de toekomst zal ook meer gekeken worden naar nieuwbouw in al bestaande wijken, om die op die manier vitaal te houden. 4, 3, 2, 1. Kinderen in de staatsliedenbuurt in Os hebben weer een plek om te spelen. Bij locatie A van Nutschool Hertogin Johanna werd dinsdagmiddag een speelplein geopend dat voor iedereen toegankelijk is. Voor de wijk is dat een hele vooruitgang. Druwaard heeft niet heel veel speelplekken, vooral aan deze kant van de Schaapmaalaan. En het was echt nodig. Eigenlijk zou ons schoolplein pas over een paar jaar meegenomen worden. Maar omdat nu toch de staatsliedenbuurt, de straten vernieuwd werden, is dat nu meegenomen. En gedeeltelijk zijn nog oude tegels gebruikt. Maar het was wel echt nodig, ja. De openbare ruimte in de wijk dateert uit de jaren 70 en is sindsdien nauwelijks veranderd. Al in 2005 gaven bewoners aan de huidige hofjes niet meer veilig te vinden. De indeling daarvan wordt nu dan ook aangepast. Zo wordt het voortaan meteen duidelijk wat het trottoir, de parkeerruimte en de rijweg is. Wij wilden graag dat ons schoolplein daarin meegenomen werd. Nou, gelukkig kon dat. We hebben heel goed overleg kunnen voeren met de projectleider van de gemeente. En daarin werden wij gehoord. En met name onze leerlingenraad van, nou, wat zouden wij daarin nog willen. We hebben een stuk grond van de gemeente voor het hek. Dat is de grond van de school. En na het hek, dat is de grond van de gemeente. En daar hebben wij mee mogen denken in de toestellen. Alle kinderen in de buurt mogen dus gebruik maken van de speeltoestellen. Wel gaan na zonsondergang alle poorten op slot. Om het af te kunnen sluiten worden binnenkort hekken gezet om het hele plein. Het zal dan een heel verschil zijn met hoe het eerst was. Wij hadden hier een toestel staan, dat is door de gemeente afgekeurd. Dus dat was al in september weg. Dus we hadden een troosteloos schoolplein, dat kan ik u verzekeren. Er stond ook een hele grote zandbak op. Leuk, maar die mocht echt wel wat kleiner. Dat hebben we nu ook met een heel mooi piratentoestel teruggekregen. Dus ja, we zijn er echt heel super blij mee. Alle werkzaamheden moeten over een paar weken klaar zijn.